Krijgt Wendy van Dijk nog een laatste kans om haar miljoenencontract te rechtvaardigen? Het lijkt erop van wel. Ze werkt aan een nieuw humoristisch programma waarmee ze zich kan profileren. Haar carrière zit in het slop, met weinig verschijningen op SBS-6. Erland Galjaert is vertrokken en Wendy's toekomst bij SBS-6 is onzeker. Haar contract loopt over een half jaar af. Wendy wordt momenteel bekritiseerd omdat ze weinig draaidagen heeft wat haar in de top 10 plaatst van tv-sterren die weinig actief zijn. Er gaan geruchten over een mogelijk geheim project, en tijdens een Talpa-presentatie voor adverteerders werd onthuld dat Wendy werkt aan een nieuw humoristisch programma. Het lijkt op een candid show, en Show News speculeert dat het Wendy de kans biedt om haar kracht in humorprogramma's te benutten en zichzelf weer te profileren binnen SBS6.